Deze foto, door deze foto begrijpen we meteen waar het over gaat. Ja. En het onderwerp van boosheid is natuurlijk interessant, maar het is natuurlijk altijd wel een onderwerp waar heel veel vragen bij komen. Specifiek, wat is nu eigenlijk boosheid? En wat noemen we nou boosheid en wat niet? En wat als boosheid soms nodig is of niet? En is het altijd wel iets wat we kunnen fixen? En als dat kan, als we het ermee om kunnen leren gaan, hoe doen we dat dan? Nou, dat zal ik proberen vandaag aan te kaarten. Eerst maar eens over wat nu eigenlijk boosheid is. In de boeddhistische teksten wordt boosheid omschreven als een van de drie negatieve emoties en onrealistische percepties. Ik heb daar al eerder over gesproken afgelopen week en deze week. En dat ging over in feite dat er drie dingen zijn in ons leven die ons in het kort, zeg maar, tot lijden kunnen brengen. Namelijk verlangens die ons niet vooruit helpen, en boosheid en verwarring. Dus laten we vandaag ons verdiepen in boosheid, maar niet op een manier dat we boos worden natuurlijk. Boosheid is in eerste plaats, wordt op verschillende manieren vergeleken in het boeddhisme. Boosheid wordt wel vergeleken met een opgehitste slang, in dat het heel wild is en heel veel schade kan doen. Men zegt wel dat vergeleking met begeerte, dat boosheid meer schade kan doen, maar minder lang. Dus verlangens die je niet vooruit helpen, is ook meestal door de meeste mensen wordt het gezien, wordt het ervaren als een negatieve emotie. Dan is dat iets wat minder, in het algemeen minder schade doet dan dat je echt op iemand boos wil zijn en iemand wil je schade toebrengen. Maar als je dus kijkt naar die verlangens, dan duren die vaak langer. Terwijl boosheid heeft in het algemeen is boosheid sneller, heeft de neiging sneller te verdwijnen. Maar dat is natuurlijk niet altijd zo. Soms kan boosheid heel lang in ons blijven en dan verspreidt het zich net als een gif. Dus als boosheid in ons geleidelijk aan steeds meer wortelt, dan zou je kunnen zeggen dat het zich als een soort van gif verspreidt naar alle delen van ons lichaam en naar alle delen van ons geest. Men zegt ook wel dat het verbrandt waar het uit voortkomt, net als een bosbrand. Dus we denken vaak als we boos zijn, dat we daarop uit handelen, dat we dan de ander tenminste eens even goed kunnen vertellen hoe het moet zijn. Of dat we de ander dan even misschien even goed kunnen laten voelen hoe het voelt. Hoe dat nou voelt om zo te worden behandeld. Maar we vergeten vaak dat boosheid in de eerste plaats diegene vernietigt waar het ontstaat. Dus met andere woorden, wij zijn natuurlijk zelf het eerste slachtoffer van boosheid, omdat niemand gelukkig is als hij boos is. Dus in die zin wordt het wel vergeleken met een bosbrand. Dus eigenlijk heeft een brand heeft voeding nodig, bomen, takken, maar die voeding die verbrandt die vanzelf. Dus dat is eigenlijk een beetje het probleem met een bosbrand. En in die zin, zelfs de ergste brand die kan niet voor altijd duren. En dat zie je dus ook met boosheid, dat als je er te veel aan toegeeft, dat uiteindelijk jezelf vernietigt. Het wordt ook wel gezegd dat boosheid vernietigend is als een vijand die op iemand, ja, die op de loer ligt, zeg maar. En dat heeft ermee te maken dat we niet altijd vermoeden dat we boos kunnen worden.
En dat soms boosheid, het gevoel kan ineens kan opkomen. En dat is wat ik bedoel, dat de vijand die op de, iemand, ja, die op de loer ligt. Soms dan hebben we niet in de gaten dat we eigenlijk een beetje boos aan het worden zijn. En dan zeggen we ineens heel veel agressieve dingen waar we later spijt van hebben. Daarom zeggen ze in het boeddhisme ook wel dat het net zo misleidend is als een medicijn vermengd met gif. Dus we denken vaak dat het gerechtvaardigd is. Dat is eigenlijk het hele, de hele natuur, de hele aard van boosheid, dat het met zichzelf rechtvaardigt. En dat zou je ook wel kunnen zeggen van andere negatieve emoties, maar boosheid heeft dat heel specifiek, heel duidelijk. Dat het zichzelf geneigd is te rechtvaardigen. Dus we hebben al heel snel dat we onszelf voor de gek houden, dat het toch wel nuttig is om eventjes die persoon eventjes iets heel hards te zeggen, zodat hij maar weet hoe het voelt, enzovoort. In die zin voelt het alsof het een medicijn is, maar het is eigenlijk een medicijn vermengd met gif. Nou, hoe ontstaat boosheid? En er staat hier in het kort dat het veroorzaakt is door gedachten dat men verkeerd bejegend is of afgunst. Er zijn er in totaal 9 oorzaken van boosheid die in de boeddhistische teksten genoemd worden. En toen ik voor het eerst dit lijstje zag, dan dacht ik, nou ja, er is niet zoveel over te zeggen, dat spreekt een beetje vanzelf. Maar als je er echt goed naar gaat kijken, dan kom je eigenlijk achter dat boosheid op hele verschillende vormen bestaat. We hebben boosheid zoals het voorkomt in ons leven, als iets in het verleden is gebeurd. En we kunnen dat niet vergeten, wrok zeg maar. En dat is eigenlijk de meest pijnlijke vorm van boosheid, omdat het zo diep geworteld zit. Dat heeft niet altijd met onszelf te maken. Soms heeft het ook te maken met onze dierbaren. Bijvoorbeeld je partner of je kinderen, die zijn gekwetst. Sommige mensen kunnen zich heel boos maken als hun kinderen slecht behandeld worden door een leraar. Bijvoorbeeld toen ik op de middelbare school zat, toen was er één leraar die me niet zoveel kansen gaf. Mijn moeder die kon daar heel boos op worden. Die heeft zich in de tijd ook nog wel een beetje een stokje voor gestoken. Terecht dan wel onterecht. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk wel iets wat heel kwetsend is als je dierbaren worden gekwetst door iemand. En dat kan best wel zwaar wegen, soms wel meer dan dat we zelf gekwetst zijn. Omdat we zelf zoiets hebben van, nou, ik kan mezelf nog wel verdedigen, maar de ander, ja, die ander. De ergste vorm van wrok is natuurlijk als je boos bent op iemand omdat die gelukkig was of gelukkig is. Dat is eigenlijk de ergste vorm van boosheid, als je eigenlijk iemands geluk niet meer kan accepteren. En dat is eigenlijk een afgunst in feite. Er is ook een soort van boosheid die meer in het heden plaatsvindt. En dat is eigenlijk heel een beetje eng. Want het is soms heel biologisch. Dat noemen ze in de biologie ook wel de biologie, evolutionaire psychologie noemen ze dat wel de fight or flight response. Soms staat er ook nog freeze bij, fight, flight or freeze response. Dus in feite een soort van mechanisme dat onmiddellijk begint op te treden zodra je in een moeilijke situatie komt. En die flight-or-flight response is natuurlijk uiteindelijk, wordt dat gezien als de belangrijkste oorzaak van bijvoorbeeld een stoornis zoals posttraumatische stressstoornis. Omdat je in feite nooit afleert dat je niet in een gevechtssituatie zit voor een soldaat. Maar of iemand die bijvoorbeeld heel ernstig bedreigd is door een crimineel of zo, dat hij dat nooit kan vergeten, dat die situatie eigenlijk al voorbij is. Nou, die fight-or-flight response is voor de meeste mensen die niet in een PTSS-toestand terechtkomen, is misschien niet zo herkenbaar, maar eigenlijk komt het wel vaker voor. Bijvoorbeeld als iemand iets heel hards tegen jou zegt, dan kan het meteen optreden dat je een soort automatische reactie bijna hebt. En dat is heel moeilijk om mee om te gaan, omdat het ook zo fysiek is. Omdat je hele lichaam erop reageert.
als je nooit eerder hebt gemediteerd, dan is in feite bijna onmogelijk om, ja, de fight or flight response te onderdrukken. Zodanig dat je zelfs mensen die heel respectvol zijn, soms heel boos ziet worden op hun, degene die het voor het zeggen heeft, hun baas of zo. En dat is zo diep dat het meteen reageert, zeg maar, dat je meteen reageert. Maar als je mediteert, dan heb ik... Ik denk dat het wel een van de belangrijkste de manieren is om te gaan. Als je daar mediteert, dat die fight or flight response, dat die anders is. Omdat meditatie zo op een psychosomatisch niveau, op een fysiek en tegelijkertijd mentaal niveau, eigenlijk je verandert. Maar het is dus anders als wrok in die zin dat het echt bijna biologisch is, zeg maar. Dan heb je ook nog achterdocht. Dus boosheid over de toekomst. Dus je bent eigenlijk boos op iemand omdat hij je misschien zou kwetsen. Het zou kunnen dat dat niet eens zo is. Maar dat je dat denkt. Achterdocht. Achterdocht kan ook al snel combineren met bepaalde meningen. Waardoor je discriminatie krijgt of zo. Maar achterdocht kan ook naar een bepaalde specifieke persoon zijn. Dat je denkt van die zal me weer gaan kwetsen. Dus soms dan kunnen we niet meer omgaan met iemand omdat hij, niet omdat hij nu nog iets verkeerd doet, maar omdat hij ooit iets verkeerd heeft gedaan, omdat je bang bent dat het weer gebeurt. Nou, dat geldt natuurlijk ook voor een dierbare enzovoort. Dus in feite zo zie je dat als we echt naar diep naar boosheid kijken, dat het best wel veel dingen omvat. En in de ergste vorm wil je dus zelfs niet dat iemand gelukkig is. Daar komen we zo nog even op terug. Nou ja, nu we daar even goed naar hebben gekeken, dan is het best wel veel vormen van boosheid die waarvan je denkt, nou, dat is eigenlijk, helpt je dat niet echt vooruit. En er zijn ook veel teksten waarin de Boeddha spreekt over dat, hoe boosheid ons leven schade kan brengen. Er zijn zelfs 7 dingen die hij noemt, die als je die aan een ander toewenst, dat die altijd weer naar jouzelf terugkomen. Bijvoorbeeld een lelijke uitstraling of een slechte nachtrust enzovoort. En dit zijn in feite voorbeelden van hoe boosheid in feite, dus net als die bosbrand die ik net noemde, dat die in feite schade toebrengt zodra je het voelt. En dat is ook het rare van die boosheid. Daarom wordt ook wel in de teksten soms boosheid vergeleken met het gooien van zand in de lucht. In de Visuddhimagga, een oude meditatiehandleiding, wordt dat zo vergeleken. Dus net als dat je zand in de lucht gooit, dat dan vervolgens weer in je eigen gezicht waait, heb je dus in feite met boosheid al snel een probleem, dat je jezelf eigenlijk beschadigt in de eerste plaats. Nu is het natuurlijk de vraag, zul je denken, die mensen in India, dat waren hele vredelievende mensen, die wel, vroeger waren er nog niet zoveel issues en zo. Maar tegenwoordig hebben we ook allerlei problemen, bijvoorbeeld het milieu of rechtvaardigheid, sociale rechtvaardigheid, sociale problematiek. En nog heel veel dingen waar je een stokje voor moet steken, waar je voor moet inzetten. Is een beetje onrechtvaardigheid, of noem je dat? Een gevoel van onrechtvaardigheid, dat je je ergens voor inzet, is dat niet juist goed? Daar is wel iets voor te zeggen in die zin, dat natuurlijk heel veel mensen uit een gevoel van onrechtvaardigheid, niet alleen een mening, maar een gevoel, ook werkelijk heel veel goede dingen hebben gedaan voor de maatschappij en de ogen voor mensen hebben opengedaan. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Greta Thunberg, de milieuactivist die zo bekend is geworden, die, als ik me niet vergis, 15 jaar was toen ze begon met haar activisme en hetzelfde jaar of vrij kort daarna wereldberoemd werd. Er is trouwens net een documentaire over haar verschenen. En het verhaal van Greta Thunberg, als je daar naar zo iemand kijkt, dan zie je iemand die heel boos is en zo. Maar dat is in feite, is dat niet het hele verhaal. Zo zie je dat zelfs iemand die heel erg handelt vanuit een gevoel van onrechtvaardigheid, dat ze het gevoel heeft, mijn generatie, die zal uiteindelijk jullie afval moeten opruimen.
En waarom doen jullie, waarom laten jullie niet een betere wereld achter? Dat gevoel van boosheid zou je zeggen, dat is gerechtvaardigd, dat is terecht. En dat is ook deels wel zo. Maar toch zie je dat ook in haar leven, juist het feit dat ze zo geduldig is en zo goed kan omgaan, uiteindelijk leert ze dat ook, omgaan met haar eigen emoties. Dan zie je dat in feite, juist door die wijsheid en het feit dat ze kan omgaan met haar eigen emoties, wat nogal ingaat tegen het stereotype van iemand die dan zogenaamd autistisch zou moeten zijn. Maar dan zie je dus in feite dat, dat in feite, ja, dat je toch wel iets juist van die omgang met boosheid juist nodig hebt om zo ver te kunnen komen. Als je kijkt naar mensen als Gandhi of Martin Luther King, dan zie je juist dat het figuren waren die in tegenstelling tot andere mensen juist de boosheid wisten te vermijden. Zo ook Willem van Oranje bijvoorbeeld. Er zijn mensen die kunnen lijden, die het lijkt alsof ze zich inzetten voor de rechtvaardigheid. En het is ook zo, maar dat doen ze wel op basis van meer dan alleen die boosheid. En eigenlijk overstijgen ze die boosheid, zou je goed kunnen zeggen. In een verhaal wat er een beetje op lijkt en dat meer te maken heeft met wat een vergelijkbaar onderwerp is, namelijk we ook wel eens de boosheid rechtvaardigen wanneer een ander zich misdraagt. En wanneer, dat is des te makkelijker wanneer we in een machtspositie zijn. In dit geval is het een verhaal, dat is een beetje een mythologisch verhaal. Het is niet heel belangrijk of dat nu werkelijk zo heeft plaatsgevonden of zo. Het zou best kunnen zijn dat de Boeddha specifiek een allegorie of een metafoor gebruikt, een beeldspraak, omdat het over een politieke situatie gaat. En de Boeddha vertelt hier over twee stammen, twee groepen van... In dat verhaal dus wezens in de hemel, die met elkaar ruzie maken, die met elkaar oorlog maken. En de ene groep die heette de Deva's en de andere groep de Asura's. Nou, dat mag je zo snel mag je weer vergeten als je wil. Maar het punt van het verhaal is het volgende. Er is een scène waarin het hoofd van de Deva's, zijn naam is Sakka, ook wel Indra genoemd. Indra ken je misschien wel, die naam komt ook in het hindoeïsme veel voor. En dat Sakka op een gegeven moment, heeft hij het hoofd van de andere groep van de Asura's, heeft hij gevangen genomen na een lange strijd. En dan zeggen dan is hij van plan om dat andere hoofd van die Asura's, om hem gevangen te nemen, maar niet te doden. En vervolgens, terwijl hij hem naar de gevangenis brengt, is het hoofd van die Asura's, zijn naam is Repachiti, begint vervolgens heel erg hard op hem te schelden. En zijn ruiter, zeg maar, zijn wagenmenner, de wagenmenner van Sakka, zegt vervolgens tegen hem, nou, die begint zo hard op je te schelden, je kunt hem nu niet meer vredelievend naar de gevangenis brengen. Je moet hem echt pijn gaan doen, want anders denken de mensen om je heen dat je een zwak leider bent. Deze man heb je nu gevangen genomen en hij begint nu heel hard op je te schelden. Je moet hem nu laten zien wie je bent. En zo begint hij tegen hem te praten. Maar Sakka, die laat zich niet door hem beïnvloeden en zegt van het is al erg genoeg dat we hem gevangen nemen. Ik ga niet, alleen maar omdat hij mij uitscheldt, ga ik hem niet meer geweld aandoen. En het maakt niet uit hoe mensen mij zien als zwak of hoe dan ook. Want het is geen zwakte om in tolerantie met elkaar te leven. En zo uiteindelijk zegt hij dan ook de legendarische woorden die de Boeddha dus heeft gezegd en die hij dus citeert, waarin hij dus de Boeddha citeert. Dus de Boeddha citeert zichzelf in feite in dit verhaal. Wie een boos mens met boosheid vergeldt, die maakt het daardoor erger voor zichzelf. Wie een boos mens niet met boosheid vergeldt, wint een moeilijk te winnen slag. Hij handelt in het belang van beide, van zichzelf en de ander, als hij wetend dat de ander kwaad is,
vol aandacht zijn rust bewaart. Wie beide geneest, zichzelf en de ander, de mensen die hem als een dwaas beschouwen, zijn niet op de hoogte van de Dhamma. En het woord Dhamma, zoals jullie waarschijnlijk wel weten, betekent hier de leer van de Boeddha. De waarheid of de werkelijkheid, de goedheid van de mens. Er zijn heel veel betekenissen. Met andere woorden, en dit is ook een bekend principe in de, boeken die zijn geschreven over emotionele intelligentie. Dat als iemand op jou boos is, en je gaat vervolgens boos terug zijn, dat je het probleem eigenlijk 10 keer zoveel erger maakt. Daar heeft ooit een keer iemand aan onze abt en leraar in Thailand, Lompat en Machayo, heeft hij gevraagd, wat is nu eigenlijk het beste huwelijksadvies wat u kunt geven? In Thailand vertrouwen mensen de monniken met allerlei vragen toe en zelfs met huwelijksadvies. En Lompat en Machayo die zei vervolgens, is heel eenvoudig, wees nooit boos op hetzelfde moment. Maar wees boos op een ander moment. Dus je moet het een beetje plannen. En hij zegt het natuurlijk een beetje grappig, maar het is wel een belangrijk idee in de emotionele intelligentie ook. Dit is zo'n soort van intelligentie wat vaak wordt getest als je een sollicitatiegesprek hebt. Emotionele intelligentie zegt ook van als iemand boos op je is, dan is de beste reactie vaak om voor afleiding te zorgen, ofwel niet te reageren. Omdat eigenlijk een situatie waarin 2 mensen op elkaar boos zijn, nooit tot een goed einde kan worden gebracht per definitie. En hier zegt de Boeddha zelfs dus dat het erger is dan voorheen, dat er 1 iemand boos is. En als je dat dus kunt oefenen, dan zegt de Boeddha, dat erkent hij ook wel, dat het een hele moeilijke te winnen strijd is. Want als iemand heel erg boos, allerlei dingen tegen jou aan het zeggen is en met dingen aan het gooien misschien ook, dan is het heel lastig om niets te doen. Maar het is niet zo dat je niet mag reageren, alleen niet het beste op dat moment. Dus soms is het ook altijd goed om te kijken als je iets tegen iemand zegt. Wat is op dat moment zijn emotie? En wat is het juiste moment voor die persoon? Dus mensen zijn ook anders in de ochtend en in de avond. Mensen zijn op verschillende momenten van de dag anders. En sommige mensen kun je iets op een bepaald moment adviseren, maar op een ander moment weer niet. En dat heeft niet alleen met de tijd van de dag te maken, maar ook met hun emotie en waar zijn ze mee bezig en zo. Dus dat is een beetje het idee ook van dit vers. Dus het gaat eigenlijk verder dan het verhaal wat ik net vertelde. En in feite zegt dit vers dus ook, het volgende vers zegt dat je in feite voor elkaar zorgt als je dus niet boosheid met boosheid beantwoordt. Nou, en dat je dus zelfs elkaar geneest. Nou, dat vind ik wel een mooi gezegd. En dat je, zeg maar, de ander en jezelf eigenlijk geneest door niet op boosheid te reageren. Nou goed, Lompat en Machayo zegt in dat huwelijksadvies dus niet dat je niet boos mag zijn, maar wees het op een ander moment. Goed. Maar hoe doen we dat dan? Hoe gaan we nu met boosheid om? Want ik heb nu heel veel dingen gezegd over boosheid, dat je misschien denkt van nou, dat is inderdaad wel iets waar we allemaal nog wat aan kunnen werken. Maar hoe doen we dat dan? Er zijn ook heel veel boeken geschreven daarover door de Dalai Lama en zo in het boeddhisme. In de oude teksten, zoals we die in het Theravada boeddhisme bestuderen, zijn er 5 dingen die zijn genoemd. Eerste plaats ligt natuurlijk het meest voor de hand, liefdevolle vriendelijkheid. Er is een bekende uitspraak van de Boeddha waarin hij zegt, boosheid kan nooit tot vrede worden gebracht met een boze reactie, hè? Met andere boosheid, met een boze tegenreactie. Maar het kan alleen door vrede tot vrede worden gebracht
met niet-boosheid. En daarmee bedoelt hij verschillende dingen. Niet alleen liefde, maar ook mededogen. Dat zijn een beetje vergelijkbare kwaliteiten. Maar liefde is de wens dat je de ander gelukkig ziet. En mededogen is de wens dat je de ander wilt bevrijden van lijden. Dus dat je de ander vrij wilt zien van lijden. Mededogen is iets actiever, omdat je dus ook moet zien waar de persoon die tegenover je zit, waar die onder lijdt. Dus het is in feite daarmee iets actiever, iets empathischer dan liefde. Maar het zijn natuurlijk de verschillende zijden van dezelfde medaille in feite. Twee zijden van dezelfde medaille. Dus die twee kwaliteiten zijn ook allebei niet boosheid te noemen. Hè, volgens het vers wat ik net noemde. Volgens die uitspraak die ik net noemde. En deze, ja, dat is dus de beste reactie. Maar het is ook wel het meest moeilijke. Vaak. Omdat als je boos bent en dan liefdevol moet zijn, dat is zo tegenintuïtief. Maar je kunt wel oefenen om een soort van, je zou kunnen zeggen, een soort reservoir op te bouwen van liefde. Dat zelfs wanneer iemand, je heel erg boos bent op iemand, dat je in ieder geval niet boos bent op de hele wereld. Dat je die liefdevolle intenties kunt herinneren, ontwikkelen en cultiveren. Met cultiveren bedoel ik niet dat het gemaakt is, maar dat ik bedoel, daarmee bedoel ik dat het net als een plant of net als een mooie bloem, dat je er geleidelijk aan kunt werken. En ja, in die zin is dus liefde en mededogen, kun je dus wel in meditatie ook dagelijks aan werken en ook in je handelen naar anderen toe. En zelfs zodanig dat als je op iemand heel erg boos bent, dat je misschien niet die persoon meteen kunt vergeven, maar wel met een beetje die liefde die je hebt opgebouwd voor anderen, of voor de wereld in het algemeen, die boosheid een beetje kunt in quarantaine zetten, zeg maar. Een beetje kunt isoleren, zodat je niet meteen je hele leven gevuld is met boosheid. Gelijkmoedigheid. Daar heb ik verschillende keren een hele avond aan besteed. Dat is een beetje een moeilijk term. In dit geval kun je bijvoorbeeld denken aan een frustratie die niet zozeer komt door een bepaalde persoon, maar komt door een situatie waar je gefrustreerd over bent. Hè? Dus iets waar je niks aan kunt doen. Ik zeg maar wat, ja, dat hebben heel veel mensen natuurlijk met de huidige coronacrisis. Het is niet echt dat je nu kan zeggen van wie is de schuldige. Ja, er zijn natuurlijk heel veel theorieën en zo, maar ja, als je echt naar de feiten kijkt, het is heel moeilijk. Ja, zelfs in landen die heel snel die coronacrisis hebben kunnen fixen, dat is toch ook niet helemaal 100% vaak opgelost. En als dat in landen zoals bijvoorbeeld Nieuw-Zeeland of zo wel is opgelost, dan heeft dat ook vaak mee te maken dat die landen al heel lange tijd heel voorzichtig zijn met wie en wat er allemaal over de grens heen komt. Maar ja, wat doen we daar dan aan? Ja, dat is dus die gelijkmoedigheid. Dat we niet alles altijd meteen kunnen veranderen. Nou, die gelijkmoedigheid is in feite dat je een soort onderscheid maakt. Er zijn dingen in ons leven die we kunnen veranderen. En er zijn dingen die we niet kunnen veranderen. En dat is een zeker onderscheid dat belangrijk is. Bijvoorbeeld in de boeddhistische teksten wordt er ook wel gesproken over de paramis, hè, de perfecties, de kwaliteiten die je kunt ontwikkelen om in de toekomst een boeddha te worden, of in de toekomst in ieder geval ons ten volste te ontwikkelen. En daarbij zie je ook dat geduld en inzet, dat die naast elkaar zitten. Dus die twee die zijn allebei belangrijk. Soms kun je iets oplossen door je inzet. En andere keren kun je iets niet oplossen. Maar dan kun je het alleen tolereren en kijken van nou,
misschien kan ik er wat positiever naar kijken. Ik zit misschien wel thuis veel, maar ja, het is in ieder geval wel een redelijk comfortabel huis. Je kunt op die manier naar de positieve kant van kijken. Maar soms dan hebben we echt emotioneel niet echt een oplossing voor de boosheid of de frustratie die we voelen. En dan is het soms de enige manier is dan om geen aandacht te besteden aan de persoon waarop we boos zijn. Of ook, zou je kunnen zeggen, aan de situatie waarover we gefrustreerd zijn. Dus vroeger, en nu nog steeds, zeggen ze altijd, als je boos bent, schrijf dan geen brief. Dat is een bekende wijsheid. En tegenwoordig kun je daar natuurlijk aan toevoegen, als je boos bent, schrijf dan geen e-mail, maar laat het even liggen. Of ga dan geen berichten schrijven of wat er allemaal is. Dus soms is het goed om boosheid gewoon even te laten zijn zoals het is. En dan na een tijdje, wanneer we er niet uit gaan handelen, dan begint het vanzelf zijn energie te verliezen. Er is een Nederlandse uitdrukking die zoiets gaat als dat er geen betere oplossing is voor grammen zinnen, dus boosheid, dan gewoon tijd te winnen of gewoon tijd lang te wachten tot die boosheid voorbij is. En dan heb je de vijfde kwaliteit, en dat is door te overwegen dat iedereen de eigenaar van zijn karma is. Karma en kamma is hetzelfde woord. Karma is Sanskriet, kamma is Pali, dat zijn twee talen die allebei in het boeddhisme worden gebruikt. Nou, iedereen is de eigenaar van zijn karma. Wat daarmee wordt bedoeld is dat we soms voelen we heel veel boosheid naar iemand toe vanwege het feit dat die persoon ons of een ander onterecht heeft bejegend. En dan kunnen we erbij stilstaan dat misschien dat gevoel dat we die persoon willen zien begrijpen wat hij doet. Of misschien ook wel een zekere vorm van rechtvaardigheid willen zien, dat die persoon maar eens zou begrijpen wat voor leed hij heeft veroorzaakt of zij heeft veroorzaakt. Dan is het in feite niet altijd mogelijk, hè? Om daar op die manier het op te lossen. En dan kun je dus ook overwegen dat we eigenlijk allemaal alle verkeerde dingen die we doen, dat die allemaal weer terugkomen naar onszelf toe. Dus je kunt wel heel boos zijn op een ander, maar die persoon die zal uiteindelijk ook weer moeten lijden onder wat hij heeft gedaan. Iedereen heeft het karma, heeft een bepaald karma dat weer op zijn pad komt wanneer die een ander kwetst. Door zijn woorden, door zijn daden, door zijn gedachten. Het komt altijd weer terug naar jezelf. Dus als je er zo naar kijkt, dan denk je, ja, hij zal ook wel weer zijn karma hebben. Sommige mensen in Amerika, maar ook wel in Nederland, maken zich heel erg boos over zo iemand als Trump of zo. Maar dan kun je gewoon denken, iedereen, boontje komt op zijn loontje. Iedereen heeft wel op een dag weer dat de verkeerde dingen weer op zijn pad komen. Dus als iemand iets verkeerd doet, dan kun je altijd denken van, nou, er komt wel weer terug op het dienstpersoon zijn pad. Moet er wel bij zeggen dat karma natuurlijk niet altijd een les is, hè? Sommige mensen die leren er niks van, maar het is in ieder geval wel zo dat iedereen uiteindelijk moet lijden van onder het handelen wat hij zelf heeft gedaan. Maar dit is dus ook een manier om zeg maar een beetje tegen de idee in te gaan dat je meteen moet reageren of een soort rechtvaardigheid moet bewerkstelligen door iemand te doen lijden. Nou, dit zijn manieren waarop we met boosheid kunnen omgaan. En ook een manier waarop je ook naar kunt kijken, dat heeft Onderabt in Thailand, een hele goede leraar ook. Lompada Tachivo heet hij. Hij heeft ooit gezegd, als ik boos ben op iemand, dan denk ik, datgene waar ik boos over ben, die persoon die heeft die en die eigenschappen, daar ben ik boos over, maar die eigenschappen heb ik zelf ook gehad.
En nu heb ik die overstegen. Dus ik ben niet meer, ik ga daar niet boos over zijn, want ik ben zelf ook ooit zo geweest. Maar gelukkig ben ik er nu aan voorbij. En als je er nog niet aan voorbij bent, nou ja, dan heb je ook geen reden om boos te zijn, want je bent zelf ook zo. Dus met andere woorden, ja, door bij jezelf stil te staan, kan het soms ook helpen. Er is, ik ben even de naam kwijt, maar er is zo'n bekende model uit Japan waarbij je kunt leren na te gaan waarom je boos bent op mensen. En waarbij je dus ook leert, het hele idee van die theorie is dus ook dat we vaak boos zijn op anderen, omdat we bepaalde eigenschappen in onszelf onderdrukken. Ja. Dat is een beetje die theorie. Ik geloof niet dat het Japan is, maar dat het Nederland of Duitsland zo'n model is met vier vakjes. En dan kun je dan analyseren in jezelf waarom je boos bent op anderen. En dat dat te maken heeft met, misschien dat het wel te maken heeft met je eigen onderdrukte kwaliteiten. Die bepaalde dingen die je niet in jezelf wil zien. Er zit soms wel iets in, hoor. Ja. Er is natuurlijk ook een manier waarop je boosheid kunt voorkomen. We hadden het net over hoe we het kunnen oplossen als het er al is. Maar hoe kun je nou voorkomen dat je gewoon in het algemeen wat minder boosheid in je leven hebt? Hè, bijvoorbeeld, ja, we willen gewoon niet graag iemand zijn die snel driftig is. Oké, we kunnen ermee omgaan, maar is er niet een manier waarop we sowieso wat minder door onze drift wordt geleid in ons leven? Dat heeft te maken met hoe je kijkt naar anderen. Ik heb zelf ooit, toen ik nog geen monnik was, werkte ik als vrijwilliger voor de tempel in België in die tijd. Dat was in 2005, denk ik. Ja. 2004 en 2005. En er was er een keer een conflict tussen mij en een andere vrijwilliger. Dat ontstond tijdens een retraite over de manier waarop die retraite moest worden begeleid. Was wel gelukkig op de eerste dag van de retraite. Niet tijdens de retraite zelf, want dat wil je niet. En ja, uiteindelijk zei een van de monniken toen tegen mij van, nou, je moet leren naar de positieve kanten van anderen te kijken, want dan ben je veel rustiger als iemand anders iets verkeerd doet. Dan kun je ook de positieve kanten zien in die ander. En als je dus monnik bent, in de eerste jaar dat je monnik bent in onze tempel in Thailand, ik denk dat ze dat nu nog steeds doen, dan is het een oefening dat je in een dagboek schrijft één goede eigenschap van een persoon per dag. Want in het begin schrijf je over de mensen die je goed kent, hè, die je maatjes, de monniken die je het meest, die echt goede vrienden van je zijn. En dan op een gegeven moment dan, maar je moet telkens weer over iemand anders schrijven. Dus op een gegeven moment dan ben je op een gegeven moment door je vrienden heen en dan moet je gaan schrijven over mensen die je niet zo goed kent of mensen die je niet zo goed mag. Dus dat is wel een goede oefening. Hier noemt de Boeddha drie manieren. Of eigenlijk zijn het er vijf die hij noemt waarop je positief kunt kijken naar anderen. Hij zegt, iemand doet verkeerde dingen, maar is niet, zegt geen verkeerde dingen. Dan kijk je naar zijn woorden en niet naar zijn daden. Sommige mensen zijn een beetje, zijn misschien niet de meest effectieve collega's op het werk, maar ze zorgen wel een beetje voor goede sfeer. Of iemand zegt heel veel verkeerde dingen, die kun je beter niet te veel aan het woord laten, zeg maar. Maar het is wel iemand die gewoon, ja, routinematig altijd goed zijn werk doet. Ja, je hebt zulke mensen. Dat, ja, in een gesprek aan tafel, dan kun je soms best wel, ja, een beetje harde woorden, een beetje grapjes die een beetje ongepast zijn. Maar het is wel iemand die altijd toch wel goed zijn verantwoordelijkheden neemt. Of iemand doet en zegt verkeerde dingen. Het traditionele voorbeeld genoemd in de Visuddhimagga is iemand die heel lawaaierig een meditatieruimte binnenkomt. Blijkbaar is dat ook niet iets alleen van deze tijd. En ja, dus allerlei dingen om gaat stoten en zo. Dus zowel verkeerde dingen doet als zegt. Die gaat dus ook praten in de meditatieruimte.
Zulke mensen heb je. Die vergeten wel eens dat er maar een kleine muur is in een meditatieruimte en dat het geluid allemaal te horen is. Nou ja, dan kun je in ieder geval denken, ja, maar die persoon is wel gekomen naar de meditatie. Ja, hij had ook thuis kunnen zitten, dan had hij niet gemediteerd en dan was het wel iemand misschien die tegen meditatie was. Maar dit is iemand die aan onze kant staat. Ja, dus in feite zijn er ook wel positieve intenties. Ja? Goede gedachten. Misschien geen goede woorden en goede daden, maar wel goede intenties. En ja, ik heb het hier een beetje in mijn eigen woorden geformuleerd. Iemand deugt van geen kanten. Dat zijn niet de woorden van de Boeddha, maar ik formuleer het een beetje makkelijker. Ja, dan zegt de Boeddha in feite, als iemand echt heel moeilijk is om goede dingen in te zien, ontwikkel dan mededogen voor iemand, net zoals voor een zieke. Dus iedereen die lijdt onder zijn eigen fouten, dat is het idee van karma. Dus dan kun je zo naar zo iemand kijken. Er is dat bekende verhaal wat ik al eerder heb verteld over de Tibetaanse monnik. Die werd gebracht naar een tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog. En daarin zag je allemaal foto's van Joden die werden gemarteld en heel slecht werden behandeld. En er was ook een foto's van nazi's. En de mensen die hem daar hadden gebracht, die zeiden tegen hem, wat vind je er nou van? Ja, voel je compassie? Je geeft altijd heel veel les over compassie. Voel je compassie voor deze Joden? En hij zei, ja, ik voel heel veel compassie voor hen. Het zal wel heel verschrikkelijk zijn geweest. Maar ik voel nog meer compassie voor de nazi's. En dan zegt die mens, hè, wat zegt u nou? Hoe bedoelt u dat? En toen zei hij, ja, deze Joden, die zijn misschien doodgegaan of die hebben de concentratiekamp overleefd. En ze leven weer verder. En op een gegeven moment, dan kunnen ze er misschien wat beter mee leven. Dan kunnen ze andere dingen doen en creatiever en constructiever in het leven staan. Ik bedoel, dan kunnen ze constructief en creatief in het leven staan. Net zoals ze dat voor de oorlog deden. Maar het zal niet helemaal hetzelfde zijn, maar er is een positieve noot. Maar voor die naties leven ze altijd met dat verschrikkelijke karma wat ze hebben gedaan. En dat karma, dat zal hun al heel lang nog blijven achtervolgen. Dat vond ik wel heel mooi, een mooie anekdote. En als iemand alleen maar goede dingen doet en goede dingen zegt, dat is dan toch geen probleem. Nou, dan heb je ook mensen die daar problemen mee hebben. In Nederland komt dat niet heel veel voor. Het komt wel voor. We hebben natuurlijk dat bekende spreekwoord. Je moet niet je kop boven het maaiveld uitsteken. Misschien dat Jana dat bekend voorkomt, dat gevoel. In Nederland moet je niet een groot huis bouwen als er allemaal kleine huizen in het dorp staan. Dus dat is een beetje het probleem met Nederlanders. Dat, bij ons moet alles een beetje klein blijven en iedereen dezelfde. Maar dat is een beetje aan het veranderen. Ik denk dat wel tegenwoordig wat minder is dan vroeger. Maar in Thailand is het nog steeds heel sterk. Dat die emotie van niet andermans geluk kunnen accepteren. Of andermans vrijheid kunnen geven. Om anders te zijn of gelukkig te zijn. En het is heel snel het gevoel dat als iemand heel veel goede dingen doet, dat er vast wel iets mis mee is. Er is zelfs een Thaise term voor die heel moeilijk te vertalen is. Mansai. En mansai betekent niet alleen afgunstig zijn als iemand het heel goed heeft, maar ook afgunstig zijn als iemand heel veel het woord heeft. Zelfs als het soms gerechtvaardigd is of zo. Het is een term die heel breed is en ook heel verkeerd. Gelukkig zijn er boeddhistische monniken in Thailand die daar proberen een stokje voor te steken. Nog niet met heel veel succes, maar toch wel een poging doen. In Nederland en overal kan het natuurlijk ook voorkomen. Iemand doet heel veel goede dingen en dan hoor je mensen zeggen, ja, is dat niet het Moeder Teresa-syndroom of zo, weet je wel? Of ik ben toch niet de Dalai Lama, moet dat nou allemaal? Dus dat is een beetje de manier van kijken. En de Boeddha zegt dan een feit van als iemand goed doet, dan doet hij goed. Kijk dan, laat je dan door zo iemand inspireren. Er is altijd wel
iets wat wij hebben, wat die persoon weer niet heeft. Hè? Dus je hoeft niet te kijken naar die dingen die jij mist. Je kunt ook kijken naar die dingen die jij hebt. En ja, vergelijk jezelf niet te veel. Maar goed, het is een beetje een bijzaak. Het is niet de belangrijkste reden waarom mensen boos zijn. Nou, geleidelijk aan kun je dus op die manier leren om boosheid wat meer te voorkomen in je leven. En ook wat sneller mensen te vergeven. Ze zeggen dus dat er mensen zijn die vergeven op verschillende wijzen, verschillende maten. Je hebt mensen die als ze boos zijn, dan voelt dat voor hen als een regel geëtst in steen. Dus ze zijn voor altijd boos. Hè? Steen, als je daar iets in schrijft, dan kun je dat over 1000 jaar nog lezen. Ja, je hebt zulke mensen die zo boos zijn dat het zelfs meerdere levens meenemen, weet je wel. Dat is, als je daarin gelooft natuurlijk, maar dat is wel een extra reden om mensen sneller te vergeven. Je wil niet iets meenemen in een volgend leven. Maar er is ook, zoals de meeste mensen, in de meeste situaties, is boosheid als een regel geschreven in de aarde. Blijft een tijdje in de aarde staan, zolang we het niet uitvegen. Maar het kan nog wel gewist worden. Aarde kun je nog, ja, je kunt er iets aan doen. Je kunt het gaan bewegen. Je kunt die regel weghalen uit de aarde als je de aarde omspitst. Dus dat is wat herkenbaarder voor veel mensen. Maar de Boeddha die zegt ook, boosheid is ook als een regel geschreven in water voor sommige mensen. Dus sommige mensen zijn zo makkelijk, kunnen zo makkelijk een ander vergeven, dat het net is als een regel geschreven in water. Ik heb wel monniken gekend in Thailand, dat ik echt dacht van nou, die kunnen bijna niet boos zijn. Dat is, als het boos is, dan is het heel kort en heel snel weer opgelost. Net als een regel geschreven in water. Zulke mensen moet je proberen te onthouden, want ze zijn er niet zoveel. Maar de meeste van ons schrijven vaak onze boosheid in aarde. Of misschien als we geluk hebben een beetje in modder. Een beetje water, een beetje aarde. Er is ook nog heel veel verhalen over boosheid. Maar ik wil eerst even het woord aan jullie geven. Of jullie hier nog vragen over hebben. Want vaak is dit wel materie waar veel mensen vragen over hebben.